weet dat Bart eigenlijk nooit graag naar Zulte-Waregem komt, omdat dat altijd een moeilijke verplaatsing is. En ik vroeg hem daar straks nog waarom eigenlijk. Ja? En hij zei ja, bij Zulte hebben ze altijd een goede ploeg. En ik zeg ja, of ligt dat dan aan het stadion of zo? Jij zegt dat kan ook. Of de verre verplaatsing, dat ze dan in de bus moeten zitten. En ja, die voetballers die doen dat niet graag. Hè. Dus ze komen niet graag spelen op Zulte-Waregem. Gilles, je hebt hier ook nog gespeeld, het is al een tijdje geleden. Maar had jij dat gevoel ook als je naar hier moest komen van het wordt niet makkelijk? Het was, ik denk, samen met Sint-Truiden de twee moeilijkste of het minst leuke verplaatsingen. Ja. Altijd moeilijk, altijd moeilijk. Ja. Straks gaan we het over de wedstrijd hebben. Dat is voor Naat het hoofdgerecht. Ondertussen gaan we genieten van het hoofdgerecht. Maar eerst hebben we onze vaste rubriek. Davy de Fouw, dat is de captain van Zulte-Waregem van SCV. Die wordt elke week uitgedaagd door iemand in een bepaalde discipline. En deze week is het mijn collega-moderator Brunilde Verhenne die hem eigenlijk uitdaagt in een spelletje karten. Hier is Beat the Cat. Klaar? Ja, ja. Tuurlijk. En klaar voor? Als een van de Studio SCV-dames is het mijn beurt om Davy de Fouw uit te dagen. En ik denk dat het een heel leuk idee is om het eens wat sneller te doen gaan en eens lekker te karten. Zoals iedere week gaan we weer voor de overwinning. Wat de laatste twee weken niet gebeurd is, maar ik denk dat het tijd is om de bordjes weer op een gelijke stand te trekken. En dat zou mooi zijn. Goh, ervaring in karten zelf is veel gezegd, maar ik heb toch wel een paar keer mogen proeven van het circuit in Zolder en in Spa. Het is lang geleden, maar ik hoop dat ik nog genoeg overblijfselen heb om Davy te verslaan. Karting hebben we nog niet zo heel vaak gedaan. Ik denk 4-5 keer. Nou ja. Ik denk dat het weer een heel leuke dag zal worden en een mooie uitdaging. Ik hoop Davy de Fouw te verslaan in het karten. En, ik ken zijn kwaliteiten nog niet zo goed, hoe snel hij is op dat vlak, maar ik hoop dat ik sneller zal zijn. Ja, verliezen van een vrouw inderdaad. Het zou niet mogen gebeuren, hè, maar ja, dat zegt toch iedereen. Dit is een beetje de maatschappij van tegenwoordig. Maar iedereen gelijk voor de wet, zeg ik altijd. En, maar ik zeg het, ik ga zeker proberen mijn mannetje te staan, om het zo mooi te zeggen. En we gaan voor de overwinning. Erop. Brunilde heeft gewonnen. Nou ja, een goede start denk ik van Brunilde. Ik probeerde ervoor te komen, maar ze nemen goed de pas af. Start ik denk, is heel belangrijk, in de derde bocht lag ik al stil, denk ik. Alles geblokkeerd. Misschien op gas en rem geduwd, zei ze, maar normaal niet. Maar oké, het kan gebeuren. Ik lag stil en direct een halve ronde achter, denk ik, of verder zelfs. Ik heb dan nog een beetje gewacht. Ze heeft nog een beetje gewacht om vriendelijk te doen voor mij. Maar ja, het was de laatste op, ronde. Het zijn er nog twee, hè? Nee, het is dat. Dus, maar we proberen in de volgende ronde. Je staat toch al voor, hè? Het is dat. Het vertrouwen zit er al goed. Het vertrouwen zit goed bij me. Ja. En nu proberen vast te houden. Wat is dat voor een? Het was net. Schikke daar. Cornees weg, hè? Het was spannend, maar ik kon hem niet pakken. Chito. Ik denk dat het een spannende beat ik heb was vandaag. Ja, twee maal als eerste start in de laatste twee races. Goed weggekomen en ja, je ziet dat de start heel belangrijk is in dit soort spelletjes. Maar ik denk dat Brunilde er alles aan gedaan heeft om me van de baan te kegelen, zal ik maar zeggen. Op een of andere manier, haar volste recht. Maar ja, het is uiteindelijk niet gelukt en ik ben blij dat de stand 2-2 geworden is in Beat the Cap. Ik ben blij dat ik voor dit gekozen heb om Davy uit te dagen. Ik hoop dat een van mijn vrouwelijke collega's hem wel verslaat. Merci. Gemakkelijke verplaatsingen voor Anderlecht op Zulte-Waregem. Dus ik vermoed dat indien Anderlecht niet vroeg kan scoren, dat ze een bijzonder moeilijke avond tegemoet gaan. Ja. Wat denk jij, Tanja?
Je zei het ook daarnet, Bart kwam hier niet zo graag spelen. Nee, en niet voor de mensen. Hè. Altijd een moeilijke wedstrijd, zegt hij. Ja, het is een beetje afwachten. Ik heb daar straks gezegd, pronostiek 2-1. Ja. Maar ja, zoals Gilles zegt, als Anderlecht vroeg kan scoren, dan is het natuurlijk iets helemaal anders. Hè. 2-1. En wat denk jij, Gilles? Pronostiekje? Well, ik zeg het, als Anderlecht, of tenminste als Sultuarium, zo lang mogelijk de nul kan houden, dan krijgt Anderlecht het heel moeilijk. Krijgen ze een vroeg doelpunt tegen Sultuarium, dan gaan ze moeten komen. Ja. Dat perspectieven biedt natuurlijk op de tegenaanval voor Anderlecht. En als je een uitslag moet voorspellen voor de pronostiek, wat zeg je dan? 1-1. 1-1, 2-1, 1-1. Jullie zijn voorzichtig, hè, want we hebben het dus opgezocht. 3 jaar geleden heeft Anderlecht hier zwaar verloren. 4-0. Denk je dat het mogelijk is dat ze terug zo'n stunt doen? Dat werkt in twee gevallen. Hè. Als Sultuarium heel vroeg op voorsprong komt, zit Anderlecht in een moeilijke situatie. Want dan moeten ze komen, wat ook op dat moment kansen biedt aan Sultuarium om de tegenaanval. Ja. Nu, Sultuarium is aan een heel moeilijk seizoen bezig. Zoals je zei daarnet, het is belangrijk voor hun dat ze veel punten beginnen te pakken om niet in de problemen te komen. Anderlecht zit in de andere situatie. Die moet natuurlijk hun status, of tenminste bij de top 6 blijven en liefst zoveel mogelijk punten uitlopen. En als er één speler is die mij op dit moment kan bekoren, is het misschien Matías Suárez wel. Jij denkt dat hij het verschil kan maken vandaag? In offensief opzicht denk ik dat hij iets meer heeft dan de anderen. Ja. En dan bij Sultuarium, denk je dat er daar één of meerdere spelers zijn dat je denkt van die zouden wel eens voor de verrassing kunnen zorgen vanavond? Nee, want op dit moment halen ze niet genoeg resultaat om daar te kunnen aanspraak op maken. Ja. Er is niet echt iemand die er bovenuit steekt. Ja. Dan gaan ze het misschien moeten hebben van de... moeten gebeuren. En van de keeper hopen dat hij zoveel mogelijk tegenhoudt. Het zal van hun inzet, van hun instelling, daarvan zal het afhangen. Ja. De ambitie is nog steeds om play-off 1 te halen met Sultuarium. Als ik jou daarnet bezig hoorde... Ik denk dat het, heel eerlijk, ik denk dat het heel moeilijk wordt. Ja. Omdat je met Anderlecht zit, je met het standaard draait terug goed. Cercle Brugge doet het op dit moment heel goed. Gent. Ja. En dan heb je nog de outsiders, Genk. Het wordt moeilijk gewoon. Ja. Hey, wat is er gebeurd volgens jou? Gebeurd? Nou, voor een stuk gingen zij de laatste, ja, ik weet niet, toen Tom inkwam, Tom dat ze erin kwam, denk de laatste 20 minuten gingen zij wat meer optimistische spelen, aanvallender spelen. Ze haalden hun 10 eruit. Dan moest Olly bij ons eigenlijk meer dichter bij ons komen spelen. Dat ging niet direct, dat lukte niet direct. Hij had even zijn tijd nodig. En dan zie je dat zij ook de laatste denk ik, 15 minuten, 20 minuten wel 20 voorzetten kunnen geven hebben, zomaar. En daar zagen we bij alle drie de doelpunten niet altijd even goed uit. Nee, het keerde ineens snel. Hè. Gilles, je hebt de wedstrijd van hieruit gezien. Ja, is het geworden wat jij ervan verwacht had? Goh, ik denk dat de eerste helft niet echt om aan te zien was. Weinig kansen langs beide kanten, weinig overtuiging, weinig aanvallende intenties. Maar dat is dan grotendeels goed gemaakt in de tweede helft. Okay, een beetje ongelukkig voor Sultuarium. Maar als neutrale toeschouwer denk je wel dat je kan terugblikken op een mooie partij.